Johan Cruijff schitterde en waar Ajax een voordelige uitgangsstelling bereikte. 2-2 tegen de Schotse kampioen met alle mogelijkheden voor een plaats in de tweede ronde van het Europa Cup toernooi voor landskampioenen. Ajax met deze Johan Cruijff in de ploeg heeft dan genoeg aan 0-0, 1-1 of winst. Bij 2-2 wordt het verlengen en bij alle andere standen dan is Celtic over. Ajax kent geen problemen met de opstelling. U ziet de bekende namen, Schrijvers, Van Veen, Ophof, die in de mandekking zal spelen, evenals Peter Boeven en Jan Mulby. Zij zullen de drie Schotse spitsen moeten uitschakelen. Søren Lerby de captain, Jesper Olsen, Gerald Vanenburg, Johan Cruijff met een bandage om zijn knie. Willem Kief twee weken geleden er niet bij, nu wel, en Dick Schoenmaker. U ziet dat, Cruijff heeft een bandage om zijn rechterknie. Het is een kwestie van zekerheid. Hij zelf zegt dat hij geen last meer heeft van een blessure. Richting Kief, deze doeltrap van Piet Schrijvers. Kief raakt hem niet, Olsen wel. En die wordt bovendien smerig geraakt door Roy Aitken. Blessure voor Jesper Olsen. Aitken die tikte Olsen aan, die probeerde op snelheid hem te passeren. Cruijff regelt de zaak. Tikje op Mulby. Laatst schot. Goede reactie, Bonner. Goede beweging van Lerby, waardoor hij plotseling kan kiezen waar hij de bal naartoe wil spelen, naar Willem Kieft. Lerby. Knappe opening op Peter Boeken. Die houdt hem binnen, zet ineens voor. Wie is daar om in te koppen? Alleen Reed om de bal naast zijn doel te koppen, terwijl Vanenburg in zijn rug zat. Het is de tweede hoekschop van Ajax. Kort, Vanenburg op Olsen. Vanenburg loopt zichzelf voorbij. Nee, het was Olsen. Doeltrap dus. Olsen. Laat de bal iets te ver van zijn schoen springen, waardoor McAdam kan opruimen. Lerby's schot wordt geblokkeerd door McStay. Op karakter vindt hij dan toch nog Cruijff. Buitenkant rechts, net over Schoenmaker heen. Weggekoppeld Reed. Vanenburg. En dan is het Celtic wat er even uit is. Proven. Ajax komt opnieuw. De omsingeling lijkt begonnen. Cruijff. Prachtige beweging op Boeven. Bonner voor Dick Schoenmaker. Olsen, terwijl Anjolien al gefloten heeft. Schoenmaker in de kluts met McLeod, Lerby, Vanenburg. Lerby, Ajax komt op toeren. De trein begint te sporen, McRae. Anjolien loopt Lerby in de weg. En zo'n botsing is niet lekker. McGarvey. Prachtige balbehandeling ook van die Frank McGarvey. Cruijff doet er ook een schepje bovenop. Sinclair heeft dat doorzien. Mulby dan. En Lerby. Leo van Veen. Defensief is Ajax uit de problemen. Althans op dit moment. Vanenburg. Mulby. Cruijff. Het is de bedoeling dat Sinclair hem moet schaduwen. De schaar van Cruijff. McRae gaf rugdekking. Sinclair dus in een verdedigende rol op Johan Cruijff. Maar die zwerft over het hele veld. En dan is mandekking verschrikkelijk moeilijk. Mulby. Kijk zeg, 19 jaar. Jan Mulby. Vorig seizoen nog een amateurtje in Denemarken. Vanavond in een bomvol Olympisch stadion. Olsen. Vanenburg sprint door. Paas gaat naar Schoenmaker. Kieft is daar niet, McRae wel. Mulby op Leo van Veen. Van Veen probeerde een lange paas. Alleen Mark Reed is daar. En hij hoort bij Celtic.
McLeod. Bij afwezigheid van Burns moet hij het spel maken op het middenveld. Kijk eens weer hoe makkelijk Nicholas die bal aanneemt. En dan die korte draai. Maar Ophof wist dat natuurlijk ook. Boeven. Van Veen. Ophof. Vanenburg op rechts zou kunnen. Dit kan ook op Schoenaker. Nu dan Vanenburg. En dan gaat Cruijff zich mee bemoeien. Sinclair wacht en kijkt wat doet Cruijff en geeft deze lift. McAdams zijn pantoffel eronder. Milby. McGrain die Olsen kort dekt en dan zijn er mogelijkheden voor Proven. Lerby heeft de dekking overgenomen van Boeven. Milby op zijn borst, er zit risico in. Schijpers voorkomt een doelpunt van Celtic. Gaat alleen, weet Kieft voorin, daar is Kieft, daar is de reactie van Donner. En Reed voor Vanenburg. Olsen dan. Olsen vecht terug, drie schotten is te veel. Proven. Prima fase van de wedstrijd, eerst een aanval van Celtic. Bijna een doelpunt. En dan Ajax. Boeven. Ja, zo'n paas moet je gewoon met de binnenkant geven en niet met de buitenkant van de schoen als je dat niet kunt. Half uur gespeeld bij deze ingooi van Johan Cruijff. Die weer druk gebaard. Aden Mos, de trainer van Ajax, heeft toch gelijk gehad in zijn waarschuwing. Onderschat dit Celtic niet. We zijn er nog lang niet na de 2-2. Dat is duidelijk, na het eerste half uur. McGrain die Olsen met het gras in aanraking bracht. Hij is sportief, Danny McGrain. Een tikje af en toe. Cruijff. Kijk, Sinclair eens naar de bal zien. Lerby. Nog eens voor Lerby. Cruijff. Boeven. Dat is goed. Weggewerkt door McAdams. Ten koste van een hoekschop. Hoekschop Johan Cruijff op Hof. En dan is het heel gevaarlijk. Een gestrekt been en het schot van Lerby. In tweede instantie Bonner. Cruijff. McStay. Goeie opening op Sinclair. De man van Johan Cruijff. Die niet door Cruijff wordt verdedigd. Dus moet Schoenaker dat doen. Van Veen trouwens ook. Nicholas. Wacht met het schot. McGarvey, Nicholas. Schitterende bewegingen van Charlie Nicholas. En een schitterend doelpunt ook. Langdurige aanval van Celtic. McGarvey, Charlie Nicholas. Kijk eens hoe handig die bewegingen. Schrijvers moest ver uit zijn doel komen. Nicholas zag het. Celtic leidt met 0-1. Van Veen. Schoenaker. Vanenburg. Lerby. Milby komt op. Hij heeft een enorm gat voor zich. Laat het initiatief aan Lerby. Olsen geen buitenspel, alhoewel op het randje. Voorzet is goed, maar Bonner is er ook. Ophof wint dit keer het kopduel van Nicholas. Proven. Oorspronkelijk als derde spits, nu vierde middenvelder. Basis van Boeven. McAdam. McStay, Lerby en Vanenburg. Van Veen is de derde Ajax-ziet. Dan naar Milby. Ophof.
Olsen. Cruijff nu met een schitterende beweging langs Sinclair. Paast ook goed op Olsen. In paniek weggewerkt door Tom McAdam. Die had de bal natuurlijk gewoon aan Bonner moeten laten. Ze zijn zo bang als het maar kan voor deze Jesper Olsen, de Celtic-spelers. De ster van het veld 2 weken terug. Cruijff. Van Veen ineens. Schitterend schot bij Elton Veen. Johan Cruijff, schitterende actie op de linkerkant. Ziet dan uit de verte dat Leo van Veen opkomt. Buitenkant rechts ineens. Ja, daar moet je geluk bij hebben bij zo'n schot. Ongewijzigd beginnen Ajax en Celtic aan de tweede helft. Een tweede helft waarin Ajax, als Celtic tenminste niet meer scoort, aan 1 doelpunt genoeg heeft om de volgende ronde te halen. Maar voorlopig is het nog niet zover. Ajax zal nu moeten stormen. En dat geeft Celtic de gelegenheid te counteren. En daarin zijn ze levensgevaarlijk, die schotten. Paas van Veen op Lerby. Boeven. Het tempo gaat direct omhoog. Dat is duidelijk. McGrain die Olsen goed afschermt. Veel beter dan dat hij dat 2 weken geleden deed. Vrije trap voor Ajax. Lerby op Olsen. McGrain meteen weer boven op de hakken van Olsen. Dit keer laat Angelina toe. En nu zo'n gevaarlijke break. 3 schotten tegen 2 Ajax-verdedigers. Nicholas krijgt de paas van McStay. En dan is er gelukkig de voet van Boeven. En dan ook nog die riskante terugspeelbal op Schrijvers. Maar Ajax is uit de zorgen. Althans voor dit moment. Schoenhaker. Vanenburg. Van Veen schuift in en zal dat de tweede helft waarschijnlijk veelvuldig doen. Waardoor er achterin van die gevaarlijke 1 tegen 1 situaties ontstaan. Deze bal is uit geweest. McGrain. McCarthy. Proven. Tweemaal voorbij, Davy Proven. Zoekt ook de derde nog op, die is hier ook voorbij. En dan is daar gelukkig Lerby. Bovendien was de paas van Prof en de eindpaas niet zo erg zuiver. Kies vertrekt op die lange bal van Mulby. Strafschopgebied in. Kies gaat naar buiten. Mulby is meegekomen. Wordt van achteraan getikt, laat zich vallen. En Jolien heeft gevlogen. Ik ken de tafereelen bij zo'n vrije trap. De muur die op afstand moet. Overleg bij Ajax. Het is Cruijff zelf. Met een schitterende bal op de paal. Cruijff zelf met die vrije trap. Een schitterende boog om de verdediging heen. Via Bonner op de paal. Het is een hoekschop. En die hoekschop wordt veroorzaakt door Aitken. Lerby. Cruijff. Boeven. Durft het niet zelf Boeven, daarom het probleem verleggen naar Ophof. Vanenburg. Mulby. Gehaakt door McStay. Druk bevolkt het strafschopgebied. Cruijff zoekt het uit. Richting Lerby. Het is Mulby die komt voorlangs. Lerby. Van Veen. Moet een overtreding begaan tegen Sinclair. En heeft geluk dat er niet wordt gefloten. Foutieve beslissing van Angelien. Voordeel voor Ajax. Vanenburg. Kieft kan koppen en doet dat goed. Via het tipje van de vinger van Pat Bonner. En Kieft is boos. Hoekschop.
Vanenburg met die voorzet. Overtreding daar tegen Søren Lerby. Maar Jolien is een heel precies baasje. Mulby met de vrije trap in de muur. Schoenaker loopt tegen Bonnarop. Het is een vrije trap voor de doelman van Celtic. Op Hof. Olsen. In de voeten van McLeod. Olsen. Op het lichaam van Aitken. Hoekschop. Hoekschop Olsen kiest bij de eerste paal. Bonner, die uitstekend keept tot nu toe. Charlie Nicholas. Vanenburg, bal is uit. Ophof voor Charlie Nicholas. Achterin zit het goed bij Ajax. Nu nog het middenveld en vooral voorin. Ophof, Cruijff. Ophof, zo'n simpele voetbeweging van Cruijff. De voortzetting van Ophof, ineens door Schoenaker. Prima poging van Dick Schoenaker. Cruijff heeft Ophof aangespeeld. Die kijkt en ziet Schoenaker die ineens uithaalt. Ophof. Verliest de bal aan McGarvey. Die ploeterend overeind blijft en dan toch ten onder gaat. Van Veen. Boeven, Lerby. Ruimte vooral aan die kant voor Søren Lerby. Olsen. McGrain is gretig. Olsen is hem de baas. Lerby, Van Veen in het strafschopgebied. Aitken en Leo Van Veen, twee centrumverdedigers. Olsen hielp, maar niet voldoende. Een kaart voor Danny McGrain. De aanvoerder van Celtic. 34 jaar is hij. Cruijff vergist zich op de grensrechter, vergist zich. Bal is voor McGarvey. Proven. McStay, mogelijkheden voor Celtic. Lerby verdedigt op kracht. Een vuurpijl van Ophof. Het is een hoekschop. Davy Proven met de hoekschop. Schrijvers. Paniek voor Van Veen. En dan gaat de bal naast. Maar het is wel weer een hoekschop natuurlijk. Cruijff in zijn beste Italiaans tegen Anjolin. Cruijff verdedigt de eerste paal. Zo is het afgesproken op de hoekschop van Davy Proven. Schrijvers nu dan maar met een vuist. Dat is zekerder. Olsen, Lerby, McStay, McGarvey, Nicholas staat voorin, Nicholas staat ook buitenspel. Voordeelregel, omdat Ajax in balbezit bleef. Olsen maait over de bal heen, Van Veen met gestrekt been. Wedstrijd wordt grimmiger. Klein half uur nog. Het wachten is op dat ene doelpunt van Ajax. Mulby. Kieft. Vanenburg niet, McGrain wel. Naar wie? Naar Cruijff. Heel knap die beweging met de borst. Vanenburg. Kieft. Kaats met Olsen. Kaats met Vanenburg. Prachtige bewegingen. Maar toch is het Aitken die uitverdedigt. En dan weer dat duel. McGarvey. En Boeven. En weer in Boeven. Prima gedaan. Peter Boeven. Snelle spelervatting. Leo Van Veen. Tempo moet nog hoger.
Ajax weet dat. Lerby, omdat Cruijff zich goed aanbood. En de Celtic-spelers zich verkeken op Lerby. Van Veen nu. Steeds nadrukkelijker aan het front, Leo van Veen. Maar het wordt ook steeds voller daar in de trechter van de defensie van Celtic. Mulby is zo'n krachtmens. Schoenhaker, Vanenburg, Bonner. Niet, doet het. Het is een lange aanval van Ajax, ingeleid door Leo van Veen. Die draait en zoekt. Kijk eens, hij weet eigenlijk niet precies waar naartoe. Scheidsrechter staat in de weg. Mulby, Schoenhaker en daar is Vanenburg. Buitenkant rechts. Kieft loopt in de weg. Bonner tast mis via de binnenkant van de paal. Het is 1-1. Op 15, dat is George McCluskey. Hij is eigenlijk de topscorer van Celtic. Hij komt het veld in. McCluskey is de laatste tijd een beetje uit vorm. En Davy Proven gaat eruit. Schrijvers heeft even tijd, want Ajax moet de zaak achterin reorganiseren. Drie spitsen nu bij Celtic. Wie tegen wie? Lerby gaat waarschijnlijk op McCluskey spelen. Schoenhaker, geen buitenspel. Prachtige paas op. Goede reactie ook van Pat Bonner. Veel aanvallen vertrekken van zijn voet. McCluskey. Ook weer dat typische aannemen met de rug naar de tegenstander en dan wegdraaien. Olsen en Cruijff. McStay. McAdam. En daar valt een Celtic speler. Eileen fluit niet. Olsen met mogelijkheden voor Ajax. Cruijff met één die versnelling. Vanenburg. Olsen tikt naar Cruijff, die wacht geen moment, stuurt de bal meteen naar Vanenburg, buitenkant rechts, een halve meter. Die lange roodharige man, dat is Davy Moyes, 19 jaar, centrumverdediger. Hij was in de eerste wedstrijd in Celtic van de partij. Hij komt erin, Paul McStay gaat eruit. Ophof heeft de gele kaart gekregen van Anjolien, omdat hij, terwijl de bal nog niet in het spel was, aan het bakkeleien was met Charlie Nicholas. McCluskey, overtreding van Søren Lerby. McLeod. Moyes is meegekomen naar voren, dat is dus de bedoeling van Billy McNeil. Die Davy Moyes, die meer dan 1,90 meter is, moet voor het gevaar gaan zorgen in de laatste 10 minuten van deze wedstrijd. Kieft. Mulby, zo sterk als een beer. Dan achterin, dan op rechts, nu op links. Schoenhaker en Cruijff. Bal in de ploeg houden. Lerby, geen risico's nemen. Vertragen op tijd en dan weer versnellen. Mulby. Olsen. Tegenstander opzoeken en uitspelen. Vanenburg in het strafschopgebied. Olsen, het lijkt één beweging te veel, het is het ook. Tom McAdam, de centrumverdediger die nu herhaaldelijk oprukt. Schoenhaker zet in de voetmars, maar McAdam gaat door. Twee man voorbij, McCarthy kan koppen, op de lat. Op kracht is het Tom McAdam, de centrumverdediger, die goed voorzet. Daar staat Frank McCarthy helemaal vrij, Schrijvers is kansloos. Ajax heeft geluk. Jolien is het zat, de aanmerkingen op zijn leiding door Billy McNeil, de manager van Celtic. Hij zegt, ik hou de tijd best bij. Overtreding was van McAdam, het slachtoffer Dick Schoenhaker.
vrije trap is voor Johan Cruijff. En die neemt dan altijd voor. Schitterend die bewegingen van Cruijff. Die nu fors wordt geraakt door Murdo MacLeod en pijn heeft. Is het echt of is het spel? Het is echt, denk ik. Kijkt u nog eens naar die beweging. Cruijff die ja, eigenlijk MacLeod een beetje sart. En zegt kom maar. En daar raakt MacLeod hem vol op de enkel. Het is dus echt. En nog eens. Voor. Kan eigenlijk niet meer verder. Maar weet hoe belangrijk hij voor Ajax is in de laatste 3 minuten van deze wedstrijd. Lerby. Van Veen, daar zat risico in. Van Veen deed dat goed. Mulby op kracht. McGrain. En Bonner. U ziet dat, Cruijff kan niet meer. Lerby in de tang. Aitken. Van Veen gaat er heel fors in. Te fors naar het oordeel van Agnoli. Cruijff geeft het op. Er mag gewisseld worden, zegt Agnoli. Die geel heeft gegeven aan Leo van Veen. Daar is Cruijff en door uw beeld ging Kea Molenaar. De verdediger voor de regisseur. Uit de wedstrijd geschopt, dat mag je wel zeggen na die overtreding van MacLeod. Waar ook meer in had gezeten dan alleen een vrije trap. Bepalen we ons weer tot de wedstrijd. McCluskey met de vrije trap. Weggekopt, Dick Schoenhaker. MacLeod wil opnieuw inzetten. Lerby kopt weg. Het is nu geen voetbal meer, het is nu vechten in de laatste minuten. Wie heeft de langste adem? Gestrekt been van McCarthy. Van Veen onder het mom. Ver van mijn doel. Kea Molenaar, de invaller, zijn eerste actie. Was er één tegen de spelregels. Vrije trap inmiddels genomen. Nog anderhalve minuut. MacLeod. Spanning is te snijden in het Olympisch Stadion. McGrain van afstand. Schiet is niet zijn sterkste kant. Bal in de kluts. McCluskey. Het is een doelpunt. Celtic lijkt verder. Danny McGrain schieten. Dat doet hij eigenlijk niet vaak van afstand. Die bal gaat in de kluts via Nicholas. En dan nog eens via Charlie Nicholas naar buiten. Daar is McCluskey, die even vrij staat. Haalt uit met links. Schrijvers gaat naar de korte hoek. De bal is binnen. Het is gebeurd. Wonden likt na de 1-2 nederlaag tegen Celtic in die toch zo boeiende wedstrijd. Aad de Mos is even naar buiten gekomen. Aad, jij hebt gezegd en voorspeld dat het moeilijk zou worden. Dit had jij ook niet verwacht. Nee, zeer zeker niet, omdat toch de opdrachten goed uit zijn gevoerd. We moesten het spel maken. En daarnaast moesten we dus ook een aantal mensen strak in de dekking hebben. En dan zie je dat die wedstrijden toch in momenten beslist worden. En er zijn 2 momenten geweest dat de dekking niet zo sterk was. En daar hebben zij goed van geprofiteerd. Ja, bij 1-1 leek je de wedstrijd binnen te hebben. Nou, we controleerden de wedstrijd. En dan komt er zo'n klutsituatie op het moment dat zij alle risico's van die nemen. En dan scoren ze toch een goal. Ja, in de allerlaatste minuut, George McCluskey de invaller. Een gouden wissel dus zou je kunnen zeggen. Met metersvrijheid, hè? Ja. Er kwam dus een vrije trap en die werd ingespeeld door het centrum. De spits kon de bal aannemen en die kon niet vrijkomen. Speelde de bal naar links en daar kon McCluskey vrij inschieten. Hoe zuur is deze uitschakeling? Terwijl je eigenlijk toch
in de volgende ronde waande? Ja, dat is natuurlijk voor Ajax financieel een hele zware klus om dat weer goed te maken.